Op 14, 15 en 16 maart mag Schiedam naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepalen de Schiedammers welke 35 stadgenoten de komende 4 jaar plaatsnemen in de gemeenteraad. Maar wat valt er te kiezen? Wij stellen de partijen aan je voor. In deze video het Sociaal-Liberaal Verbond. Het SLV komt voort uit de fractie Jansen. In 2015 splitste raadslid René Jansen zich met 2 collega's af van het Algemeen Ouderenverbond. Door interne strubbelingen gingen de 3 hun eigen koers varen en in 2018 deden ze voor het eerst mee als het Sociaal-Liberaal Verbond aan de gemeenteraadsverkiezingen en ze haalden daarin 1 zetel. Die ene zetel was voor René Jansen zelf. Maar in 2021 besloot hij te stoppen als raadslid en werd hij opgevolgd door de ervaren Arie van Wingerden. Maar ondertussen lijkt het SLV gerefreshed. Het SLV is de afgelopen 4 jaar getransformeerd van een partij met boze AOV'ers naar een jongere partij die vol inzet op inspraak. De lijsttrekker is Eddy Silva, met zijn 33 jaar de jongste lijsttrekker tijdens de Schiedamse gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 stond hij op de lijst bij Code Oranje, maar die partij haalde niet genoeg stemmen om überhaupt 1 zetel in de Tweede Kamer te krijgen. En in zijn vrije tijd staat Silva graag achter de draaitafel. Ik vind muziek vind ik echt gewoon heerlijk. Ik luister van alles. Je zou mezelf ook een eclectic DJ kunnen noemen. Dus voor alle markten wel een klein beetje thuis. Maar ja, muziek verbindt. En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Wat ik in mijn vrije tijd besteed naast mijn gezinnetje natuurlijk. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 doet het SLV het vooral in de binnenstad erg goed. Daar krijgen ze 9% van alle stemmen. En ook in Oost doet de partij het goed. In de rest van Schiedam valt het resultaat wat tegen. Het SLV haalde dus 1 zetel en kwam daarmee als nieuwbakkerpartij in de oppositie terecht. En in die 4 jaar waarin ze oppositie voerden, zijn ze vooral trots dat ze tegen Groenhoord van het gas los waren. We zijn niet tegen het verduurzamen hoor. Laten we dat wel voorop hebben gesteld. Maar het is de manier weer waarop. En je hebt de bewoners er niet bij betrokken. Je kan ook een ander voorbeeld hebben wat een heel debacle was afgelopen zomer met het parkeerbeleid. Hè? Het betaald parkeren in Schiedam West en Zuid. Ja, dat kwam ook weer van bovenaf. En het is niet goed genoeg besproken met de bewoners. Als we dat nou doen, scheelt ook weer minder tijd zeg maar, in de raadzaal, want we hoeven niet elke keer teruggefloten te worden op beleidstukken. En dat het SLV flink verjongd is, dat is ook goed te zien in de standpunten. Het SLV gaat zich de komende 4 jaar druk bezighouden met de wooncrisis, het helpen van kinderen in armoede en jongerenparticipatie. Een van de dingen, als ik binnen mag komen met de partij, wil ik gelijk een motie indienen voor een jongerenpanel en een jongerenraad. Ik wil ze gewoon echt op de voorgrond erbij hebben om over het beleid mee na te denken. Zij moeten ook mee nadenken over hun eigen stad, want immers, het gaat ook om de volgende generatie en wat wij willen doen is gewoon de deur zo ver mogelijk open trappen zodat zij gewoon binnen kunnen lopen en verder kunnen doorbouwen. Aan het stemgedrag van het SLV was de afgelopen 4 jaar niet te zien dat ze een oppositiepartij waren. Ze waren het vaak eens met coalitiepartijen Progressief Schiedam, GroenLinks en D66. De SLV'ers waren het vaakst oneens met LOS. Dat hoor je wel vaker, dat wij wel meer een lokale afspiegeling zijn van D66. Iedereen is welkom om aan tafel te zitten, mits je maar wilt meewerken om de stad opnieuw op te bouwen. Als je dan mee mag regeren of je gaat aan die tafel zitten, dan moet je vaak een wethouderskandidaat aandragen. Hebben jullie die in de gelederen? Oh ja, 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 ja. Die hebben we. Ik ga nog de naam niet bewust zeggen, maar die hebben we, ja.